Buurtbewoners van de Essenkamp vergaderen over de komst van 20 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De vluchtelingen zullen hier worden opgevangen bij het voormalig gezondheidscentrum. De initiatiefneemster van het project, buurtbewoonster Carolien Winters, laat vooraf aan de vergadering het toekomstige huis van de statushouders zien. Dit is een van de ruimtes waar dan een van de statushouders zal gaan wonen, of met z'n tweeën dus eigenlijk. Dus hier komt een bed, een bank, een tafel, een kast. Het initiatief is ontstaan doordat wij op televisie natuurlijk allemaal beelden zagen van vluchtende mensen die met boten de zee over staken bij Lesbos. En ik gewoon heel erg het verlangen kreeg om iets te doen. En we zijn eigenlijk begonnen met briefjes door de bus te gooien in de buurt. Wil je meedenken over wat we zouden kunnen doen? En zo is het eigenlijk ontstaan met een groepje van 16 mensen. Nou, hier zijn dan bijvoorbeeld twee kamers. Er zitten 10 kamers in totaal voor 20 vluchtelingen. Er zitten ook heel veel creatievelingen hier in de wijk. Mensen die ook wel kennis hebben in loopbaanbegeleiding. Dus we hopen ook dat we mensen echt wel aan het werk kunnen helpen. Maar bijvoorbeeld ook fietsen leren, Nederlandse les leren, dus veel oefenen met praten. Dat merken we ook veel onder de vluchtelingen die we kennen ook al. Er wonen een aantal mensen ook hier al in de straat. Dat die daar ook wel echt veel behoefte aan hebben. De vergadering is in volle gang. Hanneke Eilers van Steunpunt Vluchtelingen De Beeld is ook bij de vergadering. Zij zorgt ervoor dat de statushouders begeleid worden om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving. Vanavond is er een ontmoeting tussen de begeleiders vanuit Steunpunt Vluchtelingen De Beeld en de bewoners van de Essenkamp. Die zullen elkaar ontmoeten en gaan we afspraken maken over hoe we de begeleiding gaan doen. Eilers was blij verrast door de positiviteit vanuit de buurt. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Het was ook een ontzettende verrassing toen Carolien en een van de buurtgenoten, Anne, langskwamen om eens even te polshoog te nemen van waar moeten wij op rekenen, waar moeten we aan denken als we zo'n project gaan opstarten. Het was alsof je een enorm cadeautje kreeg. Ik geloof dat de beste manier van integratie is door vluchtelingen en andere woningzoekenden gewoon samen te laten wonen in misschien een tijdelijke woonruimte, maar dat je dan toch een betere balans zou krijgen. Want ik denk niet dat het goed is dat alleen de vluchtelingen een woning krijgen. Ik geloof dat die andere groep ook geholpen moet worden. Dit is Arin Manjou. Zij vluchtte 6 jaar geleden op 15-jarige leeftijd vanuit Syrië naar Nederland. Ook zij helpt nu mee met het project. Toen je voor het eerst in Nederland kwam, wat vond je daarvan? Ja, ik vond het eng en spannend. Ik moest eigenlijk naar school gaan en om taal te leren was echt moeilijk voor mij. En nu is het gelukkig wel goed. Ik wou ook graag hun helpen en mensen ontmoeten, zeg maar. Eigenlijk met de administratieve dingen ook, kan ik ook met hun helpen. Tolk kan ik ook. Ik tolk ook in mijn school. Ga ik gewoon voor andere mensen vertalen. Gemeente De Beeld zal nog meer dan 100 vluchtelingen opvangen dit jaar.